Goedemorgen, blij welkom. Nou, ik ben zo blij om ons ingeschakeld. Dus maak hem om. Hey, very nice. Oké, goed. Zo, ik heb vandaag twee school op de zon gedreven. Alright, oké. Goed, onze twee skopen vandaag is zo. Die skop 1 zijn naam is Nicola. Skop 2 zijn naam is Janine. Nicola! Oké. Goed, zo zitten twee skopen. Nou, jij had al een gespeeld van spot the difference. Ja! Oké, goed, zo zijn vandaag te doen. Zo, nou, Cornei komt staan hier achter hem. Dus niet achterhalen. Hij spelt niet bij hem hoor. Oké, goed. Als we snel gaan kijken. Oké, als we snel gaan kijken naar scope 1 en scope 2 en scope 3. Wie denk je dat pas niet, Annie? Wie denk je dat pas niet? Cornei! Scorpion! Nee, maar kijk weer. Wie past niet, Annie? Scope 9 of 9? 9 of 9 goals? Oké, 9 of 9? Bah. Goed, als je dan kijkt naar de drie scopen, wat is scope past niet? Hij is niet zeker niet. Scope 3? Scope 3, oké. Scope 3 lijkt van mij een beetje suspect. Bah? Beetje lastig. Oké. Het is scope 3. Hij lijkt altijd een scope, maar niet erg niet. Hij lijkt suspect. Hij lijkt niet lekker niet. Oké, goed. Zo, als het even doen, hij is niet een scope niet. Wat? Dan. Oké, ik kan lachen dan niet. Bye. Goed, zo. Hoe komen we dit nu gedoen? Dit gaan we dus niet doen. Als het dit toch niet Bijbelse doen, hè? Vinden de zon? Ja. Oké, fantastisch. Goed. Zo, hierin is. Onze drieën is die wolf en scope kleren. Hij mag ons op je te doen. Gelukkig is ons vandaag gestuurd, anders was ons pas jullie naar scope toppies. Oké. Goed. Zo. Nou. Gaan die wolf en scope kleren. Dit is ons Bijbel zit hier. Kan jullie hem tellen als dit blad zijn om? Krijg je iets daar op TV? Ja. Daarin. Goed. Oké. YouTube kanaal krijg iets op YouTube. Gaan kijken als dan. Goed. Ja. Zoals in vandaag die wolf en scope kleren. Nou, wat betekent dit? Hou vast met de scope dan binnen. Wat betekent dit? Een wolf en scope kleren. Denk je dat is een goede ding? Nee. Hoe komt zo'n wolf scope kleren wel aantrekken? Om ons op te eten. Jezus. Ja. So, hij wil denken, jullie moeten denken, hij lijkt zijn scope. Dan kan hij tussen jullie ingaan en dan vang hij een scope. Ja. Dat is een wolf. Dat kan ik zien. Oké, goed. Zo. Mijn eerste vers is Matthias. Matthias 7, vers 15. Oké. Ik ben volgend jaar 15. Oké, goed. Jezus praat specifiek van mensen. Onze dacht al van een wolf en scope kleren, maar Jezus praat van mensen. Goed, hij zegt. Pas op die valse profeten, er zijn mensen dat misleiden. Ja. Hulle kom naar jullie toe in skaap kleren, maar in werkelijkheid is hulle wolwe. Het is te wolf. Oké. Zo. Dit is een hond. Oké dan. Dit is een hond. Oké, zo. Hulle wil jullie misleiden. Hulle wil jullie met nieuw terecht op die lijn. Oké. It's not very good. Nou, in die Nieuwe Testament het Jezus baie gepraat met fariseers en sadduseers. Dus slim mensen geweest. Hij is een mensen geleerd van de Heere, maar hij heet niet. Oh! Yes! Dus hij is eigenlijk anders dan die wolf en de skulptuur. Die sies! Goed. So, daar zijn nog eens, daar is de volgende vers. Wat is hij? 2 Timotheus 3 vers 16 tot 17. 2 Timotheus 3 vers 16 tot 17. Oké. 2 Timotheus 3 vers 16 tot 17 zegt voor ons die volgende. Daar zijn. Goed. Nou. Hoe gaan ons weten dat dingen raag of verkeerd? Jij bent. In het algemeen. Ik ben. Ik ben je mol. Wait, je vraagt van je mama. Je vraagt van je mama. Je mol zegt van jou. Nee, dat doe je niet. Of. Ja, je kan dat wel doen. Zo, jij lijkt af en ons ding doen. Maar dat doe je niet. Of. Ja, dat is oké. Maar wat voor als je het gaan doen? Oh, ik kan het doen! Ja, kom ons. Oké, goed. Hij leert ons van kleins dat het raag en verkeerd is. In de zon. Ja. Nou, kom ons terug naar de Bijbel. Nou, ons wil weer dat recht en verkeerd is, dat ons wil zeker maken, als door een wolf en skulpkleren komt, hij ons niet gaan misleiden.
Oké, okay. Ja. Oh. So, dan is het Bijbelkind. Zo is het Bijbel lees, ne? Bijbel lees. Ja. Niet zo oh, ek het een nieuwe Bijbel gekry in die dag. Dat is cool. Ek het Bijbel. Oké, okay. Goed. So, nie so baie cool deel. Oké. Okay. Dit sê die volgende. Die hele skrif is door God geïnspireerd en het groot waarde om in waarheid te onderrig. Oké. Okay. God geïnspireerd beteken, die Here het seker gemaak, alles is hier so in wat ons nodig het. Ja. Very nice, ne? Ja. So, alles wat ons nie weet is in die? Bijbel. Very nice, goed. So die Bijbel is daar om ons te onderrig, om ons te leer, om dwaling te bestrijden. Dat beteken ons seker te maak as dit reg is. Ne? Ja. Dan om verkeerde reg te stel, recht te leef, ne, recht te lewenswyse te kweek, so die man wat in die dienst van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. So beteken, as ons ons Bybel gereeld lees, as jy nog een Bybel kan lees nie, mama en papa, mama of papa kan lees, laat ons jou lees, maar jy moet lees, want jy moet weet wie Jesus is, jy moet weet hy het in die kruis gestaan van sonde, so het julle al die water vir Jesus gegeen? Ja, het julle! Ja, die kak, ja, kan goed sien. So ons moet al goed weet, ons moet weet is die Here, ons moet weet hy wil ons red, hy is lief vir ons. Ons moet weet van die vrug van die gees, ons moet wat reg en verkeerd is, ons moet Bybel lees. Stem dit al? Ja! Ja, so dat die wolf ons nie kan mislei nie. Nee. Ek as persoonlik as 'n skaap kan nie lees nie, maar ek dink my ons personeel is ons as is ja. Baie dankie. Okay. O, en by the way, jy geweet skaape luister net na hulle herder se stem, na niemand anders nie. Ja, ek is 'n wolf. Dis hoekom die wolf juist soos 'n skaap wil aantrek, want as hulle hom nie kan kry nie. Okay. So daar's nog een vers. Johannes 14 vers 6 tot 7. Johannes 14, Johannes 14. Is iemand 14 hier so? Fantastisch. Oké, Johannes 14 vers? En 6 tot 7. Vers 6 tot 7. Sê, Jesus sê, Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Daar is nie ene nie, dat jy wil gaan. Net een, geen ander nie. En dis die moet in my hart wees? God! Jesus! Snu daar uit. Jesus! Ja! Okay, so dat is het ene nie dat jy wil gaan, kan gaan, net ene nie, dat is geen ander nie. So die moet in my hart wees? Jesus! Dat is hy. So as ek Jesus in my hart het, dan weet ek as ek kind van die Here en ek weet ek kan hemel toe gaan. Okay. Daar is geen ander weg nie. Jesus sê net hy is die regte weg. So die skaapies moet vir Jesus volg. Stem julle saam? Ja, absoluut. Nou ja, okay. So nou hier dit. So 'n wolf moet nie kon julle mislei nie, né? Ja. Julle gaan sê nee, né? Die wolf is die duivel. Ja, want hy is Italiaans en dit kan ons doen ook. Maar as jy Bybel lees, dan is jy okay. Ja. Dan is jy okay. Hallo, so ons gaan Bybel lees en dit, ne, want is belangrik. Ja. En ek dink julle het lank pas gras geëet, ons gaan vir hulle gras geëet. Daar's gras aan die ander kant dan. Ek wou ja. Kan gras nie.